Sportweek TV. Welkom bij Sportweek TV. Fortis is gered door de Nederlandse overheid en de Belgische en de Luxemburgse. Staat op de shirt bij Feyenoord. Ja. Moet Feyenoord ook niet eens geholpen worden door een grote investeerder? Nou ja, als één club in Nederland behoefte heeft aan een grote investeerder, dan is het natuurlijk Feyenoord. Hè. De helft van de selectie is aan het eind van het seizoen te oud. De andere helft is te jong. En er is geen geld om spelers te kopen. Dus ja, als ze ergens behoefte hebben aan iemand zoals bij Manchester City of iets dergelijks, een grote rijke Arabier, zou ik maar zeggen. Ja. Dan is het in Nederland toch wel Feyenoord, dus langzamerhand. Ja. Ja, want ook op het veld gaat het natuurlijk heel erg mis met Feyenoord. Ze hebben met inbegrip van de voorbereiding pas 2 wedstrijden gewonnen. Ja. Tegen Volendam, die natuurlijk gaat degraderen. Ja, en tegen Top Os na verlenging. Ja. En ja, ik geloof ook dat Gert-Jan van Beek natuurlijk het spoor redelijk bijster is. Ja, je kan je natuurlijk van het afgelopen weekend afvragen of Feyenoord nou, of FC Groningen nou zo goed speelde. Ik geloof het wel eigenlijk. Of dat Feyenoord redelijk slecht was en gewoon tekort komt voor deze competitie. Ik denk toch het laatste inderdaad. Ja, want op deze manier gaat het helemaal mis. Ja. Verbeek begon na de wedstrijd tegen Top Os, wat natuurlijk een draak van een wedstrijd was, zijn verdediging te complimenteren. Ja. Tegen Top Os dat ze de 0 gehaald hadden. En vrijdag zei hij voor het praatje voor de wedstrijd tegen Groningen dat Feyenoord misschien over een jaartje of 5 wel weer eens kampioen zou kunnen worden. Ja, het is heel erg. Zegt genoeg eigenlijk. Naar van realiteitszin misschien. Maar bij Feyenoord kun je dat toch niet serieus nemen? Dat de trainer gaat zeggen dat je pas over 5 jaar kampioen wordt. De supporters in Rotterdam zullen daar niet vrolijk van worden. Nee. En nou ja, deze week UEFA Cup tegen Kalmar. Thuis verloren met 1-0. We moeten zien of dat goed gaat. Ja. Ja. En nou ja, dan kunnen we meteen even naar PSV. Dat speelt tegen Liverpool natuurlijk. Ja. Nu al. Nou, nu al ja. Maar ja, als je afgaat op de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Volendam, was het natuurlijk erbarmelijk eigenlijk. Hè. Ik geloof dat PSV met 7-8 man achter de bal speelde. Heel verdedigend. Dus eigenlijk al een beetje een vingerwijzing voor de wedstrijd van woensdagavond. Er wordt een muur op getrokken. Ja, ik neem aan dat PSV daar heel erg blij gaat zijn met een 0-0 of een 1-1. Dat het uitgangspunt wordt. Ja. Of dat haalbaar is, ja, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. We hebben deze week in de Sportweek ook nog wel een kritische noot over de achterhoede van PSV. Oud-scout Pieter Visser. Ja. Trek van leer. Ja. Wat zegt hij precies? Volgens Pieter Visser brokkelt de status van PSV af in Europa. Ja. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de verdediging. Kijk, bij PSV, Jan Reker is een zoon van een groenteboer. Die koopt liever 3 spelers voor 3,5 miljoen euro. Dan dat hij 1 echte topper koopt voor 11 miljoen, 12 miljoen. Wat Koeman en Bruin Slot destijds wilden met Louis Zao. Ja, daar heeft PSV nu Brechet gekocht, Pieters gekocht en Rodriguez gekocht. En ja, vooralsnog is dat geen internationale top gebleken. Bij elkaar opgeteld, 1 goede speler eigenlijk. Ja, bij elkaar opgeteld. Maar samen vormen ze nog geen goed elftal. Of geen goede verdediging op dit moment. En dat is het probleem. En het is ook een beetje kinderachtig. Ik hoop niet dat dit een kinderachtig spel gaat worden. Want ik krijg de indruk dat juist omdat Koeman gezegd heeft dat Carlos Salcido de beste verdediger is van PSV. En daarom in het centrum moet spelen. Dat Stevens hem juist expres nu niet in het centrum neerzet. Maar dat zou, zoals ik zeg, wel heel kinderachtig zijn. Ach, niets menselijks is de voetbalwereld vreemd natuurlijk. Nee, overigens is nog wel een argument aan te voeren waarom Salcido terug moet naar het centrum. Omdat ook Dirk Marcellus, het grote PSV-talent, meer heeft aan Salcido naast zich in het centrum dan aan Brechet. Die druk genoeg heeft met zijn eigen spel. Ja. Het beste voetbal, denk ik, wordt nu gespeeld bij AZ, hè? Dat is duidelijk. Nou, verrassend op zich, hè? Want 2 weken geleden hebben we ze hier nog bijna af zitten schrijven. 0-2 en daarna is het gaan draaien. En wat we afgelopen weekend zagen was natuurlijk het ene mooie... Weergaloos. Ja, het ene hoogtepunt naar het andere. Dembele, schitterend. El Hamadoui, schitterend. Schitterend spelers. Ja. Het loopt opeens weer. Ja. En hoe zoiets kan, ja, dat moeten we maar eens aan Louis van Gaal gaan vragen. Ja, gaan we binnenkort heel erg doen. Sportweek TV.